Een van de eerste vragen die ik jullie ook doorgegeven heb. Ik ga hem van deze keer van Walter gaan steken. Valt het mee, schrijven met twee? Oh nee, we maken altijd ruzie. Vooral als er scènes zijn waarin we het meisje moeten naspelen, dan maak ik altijd ruzie. Want ik wil vandaag het meisje spelen. Nee, hij wil het meisje spelen. Valt het mee, Claude, om met mij samen te schrijven? Ja, het is eigenlijk heel plezant. Het is echt teamwerk eigenlijk. Ik denk dat we het, dat soort echt niet alleen zouden schrijven. Bij Jongvrouw zaten we, vijf jaar geleden, dat was in 2005, zaten we heel vaak samen eigenlijk achter de tekstverwerkers. Voor dit boek hebben we meer de taken verdeeld. Heeft Pat zich veel meer bezig gehouden met alle research en ik veel meer met de tekst. En hebben we samen ook de dingen dan overlezen. De researching voor dit boek heel ver. Dus letterlijk en figuurlijk. Pat is ook naar Sevilla geweest om alles te checken. Dus op kantoor had ik ook een stratenplan. Dat Pat had uitgeprint van Sevilla. En voor elk personage had Pat ook een schilderij gezocht uit die tijd. Van een schilder uit die tijd van Velázquez. Zodanig dat voor elk personage er een uitgeprinte fotocopie eigenlijk van een schilderij dat het personage moest voorstellen voor mij ging. Dus het was sowieso, we hoefden ons niet te vergissen in de personage. Het was heel inspirerend om eigenlijk naar schilderijen, ook van Breugel eigenlijk, uit die tijd te kijken, om weer in te leven in die tijd. Dus je moest echt beginnen denken als iemand die leefde in de 16e eeuw. En mijn vrouw was uitgenodigd voor een trouw in het zuiden van Spanje, van een van haar collega's met een Spanjaard. Dus wij mochten daar naartoe, een bruiloft van 3 dagen. En mijn vrouw werd altijd kwaad op mij, want ik stond op de onmogelijkste momenten naar Claude te bellen, zeggen, ja, dat glasraam hier in de kathedraal, gemaakt door een Vlaming, daar zit een engel in met rode vleugeltjes en dat moet er absoluut in. En dan mijn vrouw, zeg, is het nu bijna gedaan? We zijn hier wel met vakantie, hè? Maar bijvoorbeeld ook, op dat huwelijk heb je ook gezien dat ze dus die goudstukken die ook in de waterput worden gegooid, dat was een gebruik in Spanje. Dat zijn dingen die Pat dan toevallig ontdekte. En dat zijn dan ook zeer dankbare dingen om te gebruiken in het boek, in het drama eigenlijk. Ik denk dat ik naar huis mag, want dat was de volgende vraag. Wat is historisch correct en wat is fictie? Oelala. Het hele verhaal van Gitte en de hertog van Almendrache zijn fictiefiguren. Maar de wereld er rondom hebben we zo echt mogelijk proberen beschrijven. Er zijn een aantal personages die ook echt hebben geleefd. Dus de dokter die haar onderzocht, dokter Monardes, als ze aankomt in Spanje, heeft ook echt geleefd. Was ook toen zo oud en was ook ooit de lijfdokter van Karel de Vijfde, van keizer Karel. Ja. Dus we hebben geprobeerd ook de mensen die werken in het Huis van de Oceanen. Dat huis stond daar, dat enorme gebouw. En die mensen werkten daar ook echt. Dus Pat heeft ook in Spaanse archieven eigenlijk zitten zoeken naar de personages. Naar interessante personages die we in het boek konden gebruiken. Sí, señor. Ah, wel, maar dat is ondertussen al bijna alle vragen beantwoord. Ja, maar die nog niet. Nee. Hebben jullie al ideeën voor een vervolg? Want het vraagt eigenlijk wel om een vervolg. Wel, bij Jongvrouw vroegen ze ons dat ook, van komt er nog een vervolg? We weten hoe het verder met haar afloopt, maar het is ook al tijdens gezegd door jullie eigenlijk, het verhaal van Gitte is eigenlijk afgelopen. Dus er is uiteraard een open einde, we weten niet goed hoe het verder met haar gaat. Maar haar grote avontuur hebben verteld, denk ik. En het is altijd een beetje teleurstellend. Als je een vervolg moet schrijven, moet het eigenlijk nog beter zijn dan het origineel. En dat is heel moeilijk. Het is misschien interessanter om een nieuw personage te ontdekken, een nieuw tijdperk en daarin verder te gaan zoeken. Ja. En de uitspraak trouwens, een vraag van deze morgen. De uitspraak is Gitte, maar in het Spaans natuurlijk wordt dat Gite en dat kunnen ze niet uitspreken. Daarom krijgt ze de Spaanse naam van Inés. Een groot voordeel was ook dat Pat leraar Spaans is. Dus hij kon ook in Spaanse teksten gaan snuisteren voor informatie. Dus om het zo allemaal zo echt mogelijk te maken. Dus, maar het stadsplan van Sevilla, er was ook maar één brug
een pontonbrug die dus op vlotters hing waar ze over konden stappen. Dus er waren geen andere bruggen. Dus dat hebben we ook, daar hebben we ook gretig van gebruik gemaakt om het verhaal te vertellen. Si, senor. Nog een andere interessante vraag. Waarom schrijft u graag historische verhalen? Onze Vlaamse voorgeschiedenis is zodanig rijk dat de verhalen eigenlijk gewoon uit de stenen komen omhoog gezeteld. Als je rondloopt in ons prachtige Gent, dan zijn de mooiste gebouwen nog steeds die van toen. Dus eigenlijk spreekt het voor zichzelf dat we onze Vlaamse geschiedenis willen weer tot leven wekken. Om het vak geschiedenis, deze morgen hoorde ik van, ik hou niet van het vak geschiedenis, maar wel van zulke boeken. Dus daar is meteen alles mee gezegd. Maar ik denk ook dat elk historisch boek die we schrijven, we weten wel iets van geschiedenis, maar ook weer niet zoveel. Dus elk boek voor ons is eigenlijk ook een ontdekkingstocht naar die geschiedenis. Want als we gaan researchen, dan vinden we zoveel. En alles wat we vinden, ons inspireert ons om het verhaal te vertellen eigenlijk. Dus het is ook heel boeiend om u in zo'n wereld te verdiepen. Vooral om het dagelijkse leven van die wereld te leren kennen. Want je denkt altijd, ja, ik weet daar wel iets van, maar eigenlijk is het een totaal nieuwe wereld die voor jou opengaat als je eigenlijk in de geschiedenis duikt. Daarom was het zo leuk deze morgen om te horen dat er ook een beetje fantasy in zit. Ja, inderdaad. Nu, er staan er nog een paar vragen. Sterft Dom Domingo? En wat gebeurt er met Karel de Kerkpisser? Karel pist lustig verder. En Domingo gaat dood, want hij is de slechterik. En hij verdient dat ook. Maar we weten niet of hij doodgaat of niet. Hè. Je weet niet of hij de wond heeft overleefd. Of, dus wie weet komt er nog ooit een vervolg naar. Ja, ik vond het interessant om het in het ongewisse te laten. Want het is te gemakkelijk als hij echt sterft. Het is interessant dat hij met zijn frustratie moet blijven leven. En Karel heeft zijn eigen verhaal. Karel moet zijn eigen avontuur nog beleven, denk ik. Dus dat kan hij beleven in het hoofd van de lezer, denk ik dan. Maar we weten niet wat er met hem gebeurt. Nu, Domingo krijgt een degenstoot in de maag. En dat zijn de pijnlijkste stoten die er zijn. Dus ik verzeker je, als hij sterft, sterft hij heel traag en heel pijnlijk. Het is een schilderij van Caravaggio, Italiaanse Renaissance schilder uit die periode. Het is een detail uit zijn schilderij. Judith snijdt het hoofd af van Holofernes. Dus ze is zeer geconcentreerd, want ze snijdt het hoofd af van een legerbevelhebber. En als je het volledige schilderij bekijkt, dan moet je toch wel even slikken. Maar we vonden het belangrijk dat de schilderij was precies uit die periode. Dus het is eigenlijk geschilderd in 1580, op het ogenblik dat Gitte leefde. En het detail, het was ook de man die het opmaak heeft gemaakt van het boek die het ons voorstelde. Die zei, ja, ik heb het boek gelezen en zo zie ik Gitte wel voor mij. Als dit adellijke meisje, mooi gekapt met die juwelen. Zo zou Gitte kunnen zijn in Spanje. En we vonden het heel goed bij pas. En ook de lettering van Galgenmeid op de kaft is ook de lettering van toen. Dus we hadden gevraagd om het zoveel mogelijk te doen lijken alsof het uit die periode kwam. Nu, pikant detail. Op het origineel van Caravaggio staat het meisje met de borsten bloot. Maar toen de paus dat schilderij zag, zei hij, dit kan niet, u moet er een borststukje voor schilderen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus het onderwerp van deze morgen was toen ook al in wording eigenlijk. Ik dacht dat hetzelfde gezegd te zeggen. Censuur alom. Absoluut. Okay. Ik denk dat het tijd wordt om onze andere auteurs erbij te halen en ook aan hen een paar vraagjes te stellen.